Er is een bedrijf, Grey Orange. Grey Orange is op een gegeven moment bezig geweest om de supply chains naar een volgende niveau te brengen. En wat bedoelen ze daarmee? De inefficiëntie uit de magazijn halen. Hoe kan je de inefficiëntie eruit halen uit de magazijn of uit de supply chain? Die robotics, we hebben het er vandaag allemaal over gehad. Iedereen is ermee bezig. Met alle respect, je kan niet meer zonder als je naar de toekomst trekt. Er moeten processen of delen van de processen worden geautomatiseerd naar de toekomst. Ja, er is een traditionele vorm van automatiseren. Ja, dat was er. Waarbij je had een bepaalde input, fixed input, waar Grey Orange wakker van wordt. En waar ze op een gegeven moment zeggen, oké, dat is prima, dat is traditioneel. Maar waar we nu naartoe gaan, is dat we door alle mogelijkheden die er zijn van de technologie, intelligentie willen toevoegen in het distributiecentrum. Wat krijg je dan? Je krijgt op een gegeven moment heel duidelijk de variabele inputs. Kom maar, we weten niet wat het is. De ene keer is het klein, de andere keer is het groot, volle pallets, doe het wel. Je wil complexe taken hebben die je gaat uitvoeren, toegevoegde waarde. En de output die wordt nog variabel. Dus hetgene wat wij hebben is de Butler robot, straks een beetje verder. Hij moet opgeladen worden, een charging station. De mobile storage unit, dat hebben we straks ook nog verder. Altijd een pick en put, hij moet volgeladen worden, hij moet gepikt worden. En nou, een van de allerbelangrijkste dingen is natuurlijk de software. Je hebt het ook al gehoord eerder vandaag. Als ik dan verder kijk, Lego blok. Iedereen vindt dat mooi. Hoe schaalbaar? Wat bedoel je daarmee allemaal? Waar moet je het in zoeken in dit hele ding? Het is heel duidelijk in de productiviteit die toe gaat nemen. Het mooie is van het systeem, alles wat daarin is, is toegankelijk. Alles toegankelijk is kan je op een gegeven moment pikken. Dus je hebt al die artikelen zijn pikbaar. Hier begin met een zone, begin met iets allemaal. En het kan twee kanten opschalen. Het kan natuurlijk gaan zeggen van, ik ga er meer volumes in zetten. Ik ga er meer van die mobile storage units in zetten. Of ik ga er meer pikstations aan zetten, pikputstation. Of ik ga er meer van die robots in zetten. Nou, allemaal om te optimaliseren. Low total cost of ownership. Begin rustig, groei mee. Niet overdreven. Snel kunnen implementeren. We kunnen dit soort systemen redelijk snel inzetten. Dus Erik, dat is wat ik mee had genomen. En de Butler.